hartstikke vermoeiend in het zijn. Dat is het zeker. Ik ben al klaar. Ja, nou kun je twee kanten uit. Als je deze kant op komt, kun je een hapje eten of drinken. En als je de andere kant op gaat, ga je de expositie verder. Dus jouw rechtervoet, zeg maar. Ja, hij zit nog hier, denk ik. Naar achter, achter je hiel. Dus de andere kant op. Dan ga je weer verder, want hier is het zitje, hè? Hier kun je... Je gaat ook denken, hè? Dan ben je af. Dus daar is iets te doen. En de paaltjes staan altijd links van de werken. Dus dan kun je met je handen voorzichtig om je heen tasten. En iets verder vooruit, zeg een metertje zo. Ja, dus dat is het paaltje. Dus als je dan een QR-scanner hebt, hè, dan zou je de informatie over het werk kunnen voorlezen. Dus, en dan nog een stukje naar voren. Je mag ook altijd hulp vragen, ook als je blind bent. Beeldpyramide. De eerste vorm die je ziet, dat is een beeld, dus staat op een pilaar. Dus je moet een beetje vooruit voelen. Je hebt nou een pijltje vast. Ja. Dus een hand vooruit. Die of die? Nou, naar rechts van het pijltje. Deze kant? Ja, naar rechts. 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 Ah. Ja. Nou, ik heb nu de kunstwerk. Moet jij dichtbij gaan staan, want voor hetzelfde geld vloek ik hem van... Ja, als je zachtjes voelt, met beleid, met twee handen. Ik vertelde net al, ik heb een keer aan ex een wedstrijd meegedaan, het vierkante ei. Dat was in het museum in Arnhem. Werd alles keurig met witte handschoentjes allemaal neergezet. Ja. Daar had iemand ook een beeld. En die was bang dat mensen zijn beeld van het sokkertje af zouden slaan. Maar de mensen van het museum waren bang dat de mensen tegen de muur aanliepen en de muur bevuilden. Dus, ja. De eerste vorm die je voelt bij een piramide is een driehoek. Uh-huh. 3 is in de Bijbel de typologische betekenis van de belofte. Uh-huh. De onderkant van de piramide is een vierkant. Uh-huh. De 4 is in de Bijbel de typologische aanduiding van de zinnelijke tastbare wereld. Uh-huh. En de laatste vorm die we tegenkomen in de piramide is de piramide in Agia. In totaal 5 vakken en een vorm van 5 hoeken. De piramide is dus een 5-hoek. De 5 is in de Bijbel de typologische aanduiding voor de onzienlijke wereld, de verborgene. Oh, dat voelt wel lekker. Jij hebt het niet koud, Jofke, in jouw jurkje? Nee hoor, dan doe ik mijn vestje weer aan. Ja, dat is ook... En inderdaad, naar rechts en hier. Nou, hoe is het nu de belevenis? Is het vast? Nou, een beeld voelt en ziet er eigenlijk wel anders uit als je hem echt aanraakt. Ja, dat kan ik echt voorstellen. Dan moet ik zo direct nog even in gaan lopen. Dan krijg je een ander beeld in je hoofd, hè? Letterlijk. Dat is ook wel... Het is misschien jammer dat je het al gezien hebt. Nee, dat maakt niet uit. Nee, voor ons ziende volgens mij niet. Nee. Je tast zou je terug kunnen visualiseren. Ja, maar dan moet je het wel een paar keer gedaan. Dat denk ik ook wel. Sowieso heb ik als kunst bekijker geen last van alle ballast die ik. Je staat er blanco in. Ja. Ja. Dus zij is op de academie van, heb je daar nou een last van? Nou, sta je voor een schilderij en links daarvan is weer een paaltje.
Maar je hebt een gids meegenomen die het voor jou kan voorlezen. Daar is paald. Links, links van je. Links, stukje. Links, links naar voren. Ja, paaltje om voor je te geven. Het is schilderij, acryl, zin. Schilderij maak ik op de Kunstacademie. Het is een van mijn eerste doeken. Er staat een portret op van mijn eerste relatie. En toen zeer slechtziende jongen, waar ik tot mijn 25e. Om dat portret heen heb ik de volgende tekst geschilderd. Van alles wat we doen, kunnen we zien aangeven. En dat het deel uitmaakt van een geheel leven. Hij heeft me geïnspireerd om met mijn werk te richten op multisintuigende aannemen van de wereld om ons heen. Ja, met deze heb ik hem wel last van, want deze heb ik gezien. Ja. Maar bij iets wat je echt kunt voelen, ja. Voelen voelt anders dan zien. Ja.